Nou, Emily, volgens mij zijn jullie een bloedvorm, of niet? Ja, ik weet gewoon haast niet wat ik moet zeggen. Ja, het is wel echt zo, ja. Het gaat echt heel lekker. Ja, het gaat super lekker, ja. Ik moet zeggen, ik vond het best spannend vandaag. Waarom? Ja, je voelt toch een beetje dat veel mensen iets meer van je gaan verwachten. En op zich heb ik daar geen moeite mee, maar ja, het speelt wel een beetje in je hoofd. Dat je denkt, oké, ik wil graag goed rijden. En ja, gelukkig lukte dat ook echt. En ja, dus ik ben heel blij en tevreden. Ja, voor de mensen die je proef niet hebben gezien, wat zijn voor jou de hoogtepunten? Nou, ik denk toch best wel veel eigenlijk, want Desperado is gewoon goed in zijn 3 basisgangen. Hij heeft een echt mooie draf, mooie stap, goede galop. En Piaf Passage was ook echt heel goed vandaag. Dus ik heb denk ik nergens echt punten laten vallen. Er ging gewoon heel veel dingen gingen heel goed. Ik had een klein beetje spanning in de galop. Dus dat had ietsje gelatener gemogen voor mijn eigen gevoel. Maar ja, nee, ik denk heel veel dingen gingen gewoon wel echt goed, ja. Het is natuurlijk een belangrijk jaar met in de zomer de Olympische Spelen. Je moet niet te vroeg pieken, hè? Nee, dat is waar. Maar ik denk ook wel weer, ik merk aan hem dat het wel fijn is als hij een beetje ritme heeft in de wedstrijden. Hij is best een beetje gevoelig. En dan in het begin merkte ik echt als hij dan ergens anders op stal, dat hij het allemaal een beetje spannend vond. Dat wordt eigenlijk steeds beter. Hij vindt het ook echt leuk nu en staat lekker met zijn koppie door de stalgang te kijken. Dus ik merk dat hij gewoon zelfverzekerder wordt met zulke dingen. Het is echt een beetje een doetje gewoon. En dus ik denk voor hem dat het wel goed is om een beetje ritme te houden. En ik ga gewoon proberen dat ritme vol te houden dit jaar. Ja, want het was natuurlijk een grapje van mij, maar het is wel een heel belangrijk jaar. Dat zie jij denk ik ook zo, of niet? Ja, absoluut. Er zijn veel mooie dingen te doen dit jaar. Maar ik ben wel in die zin wel een beetje nuchter. Ik wil wel gewoon graag stap voor stap kijken. En we weten zelf met de paarden, je kan niet te ver vooruit kijken. Dus ik hoop gewoon dat ik dit niveau kan vasthouden. Misschien nog wel ietsje kan verbeteren. En dan hopen we op een heel mooi jaar. Ja. En morgen, de kuur, hoe kijk je daarnaar uit? Nou, ik ben altijd heel blij als ik de Grand Prix heb gehad, zal ik heel eerlijk zeggen. En dan heb ik wel zin in de kuur. Dus ik ben blij dat ik vandaag heb gehad en dat het goed ging. En ik heb wel veel vertrouwen in de kuur morgen. Ja, want we lazen dat het nog een beetje een bijzondere kuur wordt, hè? Met de muziek van Apache. Ja, heb ik nu toch alweer een aantal keer op gereden. Ik had eigenlijk een andere kuur voor Desperado laten maken. Want toen merkte dat ik toch een beetje veel aan het zoeken was. Ja, en die kuur van Apache ken ik zo door en door. En Desperado past er heel goed op. En ja, nu vind ik het eigenlijk ook wel weer mooi om erop te rijden. En ook wel eens weer eens een beetje moeilijk, want dan hoor ik die muziek en denk ook aan hem. Dus ja. Maar oké, ik hoop dat andere mensen dat dan ook even doen. Maar is het tijdelijk? Nee, voor nu wil ik het zo houden. Okay. En uiteindelijk gaat hij heus wel zijn eigen kuur krijgen, maar voor nu wil ik het wel zo houden. Ja. Ook omdat het heel mooi past, vind ik zelf. Zal het misschien voor mensen morgen nog even snotteren worden? Ja, inderdaad. Als ik dat maar niet mee ga doen, dan is het goed. Maar dat zou kunnen, ja.